Yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie episode 21 van mijn Ronald speelt Minecraft playthrough. En vandaag gaan wij het hele dak afmaken en dan kunnen wij in principe zo snel mogelijk hierin gaan. En ik zei wel dat wij de volgende episode bezig gaan met een pumpkin en melon farm. Wel, dat gaan wij niet. We gaan de volgende episode helemaal weer aan het inrichten van dit huis. Misschien gaan we zelfs wel twee episodes eraan besteden. Dat weet ik niet. Hangt vanaf hoe lang het duurt. Ik moet natuurlijk veel farmen, veel letter, veel item frames. Ik moet allemaal materials gaan verzamelen. We moeten een leuk tapijtje hier leggen. Dus ik moet iets met sheepies gaan doen. Dus we zijn denk ik tot episode 30 wel zoet met het huis. En dan gaan we tussen episode 30 en 40 beginnen met Project Nether. Dus dan kunnen we eindelijk naar de Nether. Maar ik wou gewoon eerst een fatsoenlijk huis hebben. Want normaal ga ik altijd meteen rushje naar de Nether voor potions. Maar ik denk, weet je wat, dit is gewoon iets meer challenger. Dus laten we dit maar gewoon gaan doen. Kijk, je ziet wel, ik ben een beetje verder gegaan met het dak. Ik heb even de stone opgemaakt die ik nog had. Dus ons dak is dan bijna klaar. En wel, dan gaan wij de episode dan stoppen vandaag. En wel, dit is niet zo'n hele lange episode. Maar we moeten ook nog allemaal die logs allemaal regelen. Dus we zijn wel een episode zoet. Dus ik moet natuurlijk nog allemaal kamers gaan maken en zo. Maar dat doe ik denk ik allemaal wel off camera grotendeels. Dus ik moet nog even kijken precies wat ik allemaal ga filmen en wat ik niet ga filmen. Maar ik wil het vandaag even met jullie gaan hebben over de series. Want ik ben mij gaan realiseren dat ik te veel series wil. Ik vraag te veel van mezelf om te recorden. En ik heb niet zo heel veel tijd. Dus wat ik ga doen is, ik laat de Skyrim playthrough voor wat het is. Ik laat de Modern Warfare 3 survival playthrough voor wat het is. Ik ga het uiteindelijk allemaal wel doen, maar ik heb het op dit moment gewoon een beetje druk met, een beetje druk met Minecraft en zo. Dus voorlopig die twee series nog even niet. Pokémon en Blue Star Defense 5 playthrough, daar ga ik natuurlijk gewoon weer verder. Want wel, dat is gewoon fun en dat vindt iedereen fantastisch. En ik vind het ook heel leuk. En zoveel tijd op die recording kost dat nou ook weer niet. Dus dat wil ik wel doen voor jullie. Ronald speelt Minecraft, ga ik weer verder. Ik ga dus beginnen met die playthrough met Jeroen en Jordi, die survival. Nou, dat zal ook niet zo heel erg vaak worden gepost. Want wel, we moeten dus met drie mensen recorden. En Jordi en ik, die kunnen altijd wel ongeveer op dezelfde tijd, maar ik weet niet precies wanneer Jeroen allemaal kan. Dus verwacht niet daar 10 episodes per week van te zien. Ik denk iets van 3 tot 4 of zo, weet ik veel. Als we gaan recorden, dan recorden we denk ik meteen voor een hele week. Iets van 7 of 3 of 4, 5, 6 episodes of zo, weet ik veel. Dus en ik heb ongeveer nog een stack nodig. Oké. Dat heb ik wel niet, maar whatevs. Kan ik wel krijgen, wat er niet is, kan er altijd bij komen. En ik ga hier dus ook een hele dock voor maken, dus dat wordt ook wel cool. Ik ga de deur hierna verplaatsen, want dat moet ook. Ik heb de deur verkeerd geplaatst. Hier moet een heel groot raam komen van 3. Dus dat doe ik wel even off-camera. Maar de survival serie van Modern Warfare 3 en de Skyrim playthrough, dat gaat even niet door. Hopelijk vinden jullie dat niet te erg. Ik ga natuurlijk nog gewoon wat live commentaries doen en zo, als ik gewoon tijd heb. En ik ga wel proberen om daar iets meer van te posten. Gewoon omdat ik vind het wel redelijk leuk om te doen. En ik wil er best wel graag mee verder. Maar ik heb er gewoon niet zoveel tijd voor. En dat is wat ik zo jammer vind. Even kijken, wat voor series nog meer? Lego Batman 2 heb ik gezegd dat ik daarmee ga beginnen. Wel, dat voorlopig ook nog even niet. Dat doen we denk ik pas nadat de Pokémon playthrough is afgelopen. Of naar de Zoo Tycoon playthrough. Want wel, Zoo Tycoon 2 zal ongeveer 20 episodes zijn en dan komt dat ten einde. Dus verwacht daar niet een super lange, uber duper awesome lange serie van. Als dat klaar is, dan gaan we denk ik met Lego Batman 2 beginnen. Kijk wat het is. Ik ga nu gewoon eerst de series afmaken die ik nou heb lopen. Minecraft Skyblock en bla bla bla. Dus ik heb heel veel Minecraft. Maar ik vind het ook heel leuk om te doen. En ik ga natuurlijk verder met de minigames. Maar ik laat al die andere series. Dus Lego Batman 2, Modern Warfare 3, Survival, Skyrim. Dat laat ik voorlopig nog even voor wat het is. Skyrim lijkt me leuk om van de winter te doen. Het klinkt misschien super lang, maar dan zou je nog versteld staan hoe snel dat allemaal gaat bij een gaming kanaal. En je moet gewoon goed gaan plannen en zo. Dus hopelijk vinden jullie dit een beetje een goede planning. Ik ga er bij de middag wel een vlog over maken binnenkort. Dit is gewoon even een ruwe inschatting van alles. Dus even kijken, ik moet even slapen. Maar daar komt dus deze week nog wel even een vlog over. En de reden waarom ik deze week niet zo heel veel upload, is ik heb beloofd dat ik iedere dag vanaf nu ga uploaden op Donut Movies. Eén video per dag. Dat gaat wel veranderen natuurlijk, tot
3 fits misschien in de week. Misschien zelfs nog wel iets minder. Misschien wat meer. Het hangt vanaf hoe druk ik het heb met Shadow Games. Ik stel door de moves af op hoe druk ik het heb met Shadow Games. Kijk, als we eenmaal sneller internet hebben, moet het allemaal wat makkelijker gaan. Want dan uploaden de video's een stuk sneller. En dan kan ik recorden wanneer ik aan het uploaden ben. Want ik kan geen dual commentaries maken wanneer ik aan het uploaden ben. Want dan wordt mijn mic kwaliteit super slecht. Ik weet niet wat het deal erbij is. Maar ja, we zijn dus allemaal wel aan het kijken naar sneller internet en alles. Dus het komt er allemaal wel. Maar het duurt gewoon allemaal even. Even dit maar eens even opvullen. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als jullie nou beneden gepraat worden, komt dat nu mijn deur open is gegaan door de wind. Of is het Gizmo die loopt te klooien? Nee, het is de wind. En ja, mijn moeder heeft een klant, zij is kapster. Dus ja. En ze knipt in nou iemand uit de buurt. Dus ja. Even kijken. Nou, dat is wel goed, denk ik. Zo, ik heb dus ongeveer nog een... Hallo, waarom kook jij niet? Och, ik heb het weer verkeerd gedaan. Oh, tot de feest gewoon alt. Daarin, ik denk niet dat jullie het horen, maar als jullie het horen, mijn excuus, maar yeah. Hey, je moet... Oké. Maar, ja, even kijken. Oh, daar kan ik wel mee gaan beginnen. Even kijken. Oké, ik heb daar nog locks liggen. Oké, kom ik hier straks op terug. Ik heb geen axe. Die kan ik daar ook wel maken. Ik heb wel wood en iron daar, volgens mij. Dus ja, ik moet nog wat slabs maken zometeen en bla bla bla. Maar ja, en ik kan ook niet recorden als ik aan het renderen ben, want dan begint de X-Story weer te zeuren. Want wel, met Fraps kun je dat wel, met de X-Story niet. Want ik record met de X-Story omdat het gewoon een stuk makkelijker is. En ja, de kwaliteit heb ik wel gemerkt is ietsjes minder dan die van Jordi misschien. Dat komt doordat ik een kleinere GUI-skill heb, even kijken. Want als je kijkt, dit is dezelfde kwaliteit als die Jordi heeft. Misschien zelfs nog wel ietsjes beter met levendige kleurtjes en zo. Maar whatevs. Kijk, hier ga je naar video settings, dan heb ik hem op large staan, kijk. Jordi heeft hem op auto staan. Zeg, heel veel mensen hebben hem op auto staan. Vaco Games heeft hem op auto. En zo kan ik niet gamen. Ik heb hem op auto staan. Paulsos Junior ook. Maar ja, Paulsos Junior heeft gewoon tegen grafische kaart. Ik heb er één. Ik ga wel misschien zo rond kerst misschien nog wel even mijn grafische kaart upgraden. Dat weet ik niet. Moet ik even gaan kijken. Hangt er vanaf hoe goedkoop die is. En dan pleur ik er gewoon nog zo'n extra grafische kaart als ik geld overhoud of zo. Ik ga natuurlijk wel gewoon Lego kopen met kerst. Maar... tussen die twee Lego-periodes, wat met in de zomer en met kerst. Dan komt er heel veel Lego uit, dan koop ik niks voor de setup. Maar, ja, ze vinden ze allemaal, ja, heb ik nog wel andere zooi. Zo loopt de marktplaatsverkoop wel. En misschien heb ik binnenkort ook wel een baantje, weet ik veel. Voorlopig nog niet, want daar heb ik het gewoon veel te druk voor. Maar misschien over een jaar wel of zo. I don't know. Het scheelt dat ik mijn telefoonrekening niet zelf hoef te betalen, want anders dan zou het helemaal mooi zijn. Ik heb een Samsung Galaxy S2i. Dus ja, super chill ding. Ik ga het echt om te kopen. Het is echt awesome. Even kijken, hoe zat dit ook alweer? Kijk, ik zit nou even in die andere wereld hoor. Dus kijk. Oh, dat zit gewoon. Oh, oké. Okay. Ha, kip doet. Ik heb geen jump meer. Geweldig. Hey. Ik moet hier iets op verzinnen. Weet je wat, dit doen we gewoon later. Huppakee, dat doen we nou nog niet. Ik moet even naar het dak toe. Oké, okay, nou, hoe... zat dit allemaal. Even kijken, waar is die uitgang gebleven? Oké, die uitgang is hier. Ja, oké. Dat moet gewoon allemaal één omhoog. Dat moet allemaal... wacht even, wat zit daarop? Oké, dat zit dan gewoon daar. En hier op die hoekding. Oké, daar hebben we verder niks. Dan begint het pas weer hier. En dan op die bij de ramen niks. Maar die moet dan één omhoog. De middelste moet dan in omhoog. Oké. Ik snap. Kijk, deze moet dan in omhoog. Dit is echt een super chill design. Even kijken. Kijk, zoiets als dit, ja. En hetzelfde geldt voor deze. Ja. En deze. Ja. Maar, oh, dat is dirt, lol. Maar ik doe dus mijn best voor al die series voor jullie. Maar jullie moeten ook gewoon begrijpen. Ik heb nog een leven en vrienden. En ja, ik record niet echt super vaak. Dus ja, het scheelt dat ik een boss computer heb, dat het renderen niet zo lang duurt. Maar ja, yeah. Even kijken, hoe zat dit ook alweer? Oh, dat waren die gewoon, deze twee waren gewoon omhoog, oké. Ja, dit is allemaal wel leuk en aardig. Nou, doe het gewoon zo. Oké, hier klopt geen rol van. Oh, dat was gewoon... oké, dat wordt allemaal... what the fuck? Oké. Okay. Ja, dat wordt allemaal met... huh.
Nou, dat regel ik daar allemaal wel. Is dit maar eens regelen dan. Even kijken, dat doen we wel gewoon even niet meer. Ik heb geen dirt beschikbaar. En ik moet leren om dat daar te doen. Nou ja, whatever, dat kap ik straks allemaal. Shit. Nou, dan gaan we ook maar gewoon dirt halen. Ben ik er ook gewoon klaar mee. Dit is allemaal maar eens weghalen, want dit lijkt helemaal nergens, bro. Oké. Okay. En dit ook. Nou, het wordt echt wel stoer. Misschien doe ik zelfs wel een dakraam erin, weet ik veel. Even kijken, dirt halen. Please, dirt. Ah, kijk, 5 stacks, handig. Handy dandy. Even kijken, zo, weer naar boven toe. Misschien ga ik er wel een rail system in maken. Oh, dat zal chill zijn. Even kijken. Ja, dan doe ik gewoon zo'n rail system. Zo die trap af, dat is wel episch. Ho! Ja, mooi niet dus, hè? Oké, nou, verder hiermee. Ja, en hup, kijk. En dan hebben we er hier nog twee. Ja. Dit wordt allemaal nog beter gemaakt met slaps en zo, dus ja. Hoe staat dit? Mag dat daar? Even kijken. Nee. Dat moet niks. Daar moet een slap komen. Dus wel, nu moet ik helemaal terug naar Cozy Hidey Hole of zoiets gaan rennen. En dan moet ik daar die stone bricks weg gaan halen. Geweldig. Wel, let's do this. En wel, dit is ons trouwens bijna klaar. Moeten we het dak er nog op zetten. Dit moeten we nog verder doen. Maar we zijn bijna klaar. In deze episode hebben we het dak af. Het is ongeveer nog 5 minuutjes werk. Dus ja. Misschien wel ietsjes meer. Maar dat maakt op zich ook niet uit. Misschien wel leuk. Een beetje lange episodes of niet dan. Nee, je moet de deur open laten staan. Kijk, de cobblestone is klaar om te koken. Dat is allemaal mooi stone geworden. Dus ja, voor tapijtjes moet ik nog wel iets van een sheep vorm gaan maken. Dat moet ik wel gaan doen. Want anders dan komt dat ook niet goed. Oké, zo, hopelijk heb ik genoeg, jongens. Hopelijk. Nou, en anders dan maken we het dak in de volgende episode af. Het boeit me niet. Dan doen we dat erbij en dan gaan we gewoon dan de pumpkin en melon vorm maken. En dan in de episode daarop. Dan zouden we de kamers gaan maken. Ja, de kamers gaan we dan. En dan gaan we gewoon volgende episode gewoon verder met het huis. Klaar ermee. Huppakee. Oh, ik krijg het buiten. Dus ja, ik ga gewoon niet meer zeggen van oké, okay, dat post ik dan. En dat post ik dan, want dat heeft ook gewoon allemaal geen zin. Oké, wel. Dit is wel genoeg slaps. Denk ik, hoop ik. Ik weet nog wat extra stairs, want dat moeten we wel hebben. Oké, dat zijn slabs. Ik heb niet genoeg slabs. Dat is kool, Ronald. Oké. Dit zijn wel genoeg slabs. Nu kan ik hier gewoon allemaal stone van maken. Ik vind dit nog steeds een fijnere manier van graven. Ik weet niet wat het is, maar... Nou. Oké, ik kan er nog precies eentje bij maken. Even kijken. Nou, hopelijk hebben we hier genoeg aan. Dan kunnen we hier meer dak afmaken. Want ik zou gewoon echt graag dit gewoon vandaag af hebben. Even kijken. Nou, weer naar boven toe. Nou, en wat we dan eerst maar eens gaan doen, is dan gaan we eerst dat stuk hier maar eens af gaan maken. Want dit is ook helemaal niks. Ja, dit hier. Ja. Een slap eroverheen. Shit. Ik heb geen game mode hierin. Wacht, of wel? Nou. Ik heb cheats uitgezet. Anders had ik gewoon even gaan vliegen. Dan had ik gewoon even gekijkt. Gekijkt wat ik moest doen. Dus ja, goed Nederlands. Oh, ik ga er echt mijn water onder zetten. Mijn armor. Oh mijn god, dat is bijna kapot. Protection. Ik ga by the way binnenkort ook allemaal diamond armor maken en alles. Dus ja, full diamond voor mezelf. Dus voor de eerste dat ik full diamond heb in Minecraft. Ik hoop dat eerst dat ik diamond armor heb in Minecraft, by the way. Kijk, zo. Oké, nou, is dit wat ik toen ook had? Wat ik hier toen ook had? Nee. Ja. Nee. Ah, die stairs liepen verder door. Nou weet ik het weer. Kijk, die stairs die liepen helemaal hier langs. Kijk. Zo gingen die stairs. Zo. Als dit. Nee. Oké, wat moet ik doen om dit gewoon fatsoenlijk te laten zijn? Ja, zo, hè. Nou, dit even weg gaan halen, zo. En dan kan dit wel zo. Het boeit niet hoe het eruit komt te zien als het maar een beetje fatsoenlijk uitziet.
Ziet het er fatsoenlijk uit? Nou, dat ziet er niet fatsoenlijk uit. Even kijken. Kijk, die moet een heel eind terug. Oké. Ik wil eerst alles maar eens even blootleggen, want dan komen wij tenminste ergens hier. Oké. Hup. Dat is een... Ja, wat moet hier dan? Sonnendetje. Nou ben ik er klaar mee. Ja ho, als ik jullie verlies ben ik helemaal de sjaak. Hup, 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 hup. Oké. Okay. Nou, nou laten we het eerst maar slaps opplaatsen, want... Dan hebben we... Nee, oh gelukkig. Hey. Oké, okay. Hup, hup, hup. Zo, nu hebben we tenminste een idee van wat we kunnen doen. Oké, okay. Zo, zo. En dit is oneven, dus weg met die shit. Dit zit nog één terug. Dat is het. Maken we er toch dat dat niet zo is? Kijk, want dit is dan dus ook. Kijk, op donderen jij. Kijk, zo. Oké. Okay. Ja. Kijk, nu komen we ergens. Nu wordt het even. Kijk. Yay! Dit even allemaal weer beter maken, ze. Wat een gekloot is dit, hè? Serieus. Oké, okay, en nu zo. Zo had ik het ook, want het kan gewoon niet anders. Ja, dit weghalen, weg met die puinhoop. Zo, oké. Okay. Nou, ik ga gewoon door met het dak erop zetten en dan verzamel ik straks wel alle rotzooi. Oh, ik heb niet genoeg. Ja, misschien ligt beneden genoeg, weet ik veel. Nou, het zal erom hangen. Nee, ik heb niet genoeg. Nee, lange na niet. Misschien ligt beneden nog een hele hoop. Weet ik veel. Nee, naar beneden toe. Oh, glitch. Naar beneden toe. Holy shit, hier ligt wel genoeg voor de rest van de dak. Kijk eens even. Lol, cats. Kijk, dit is echt zo handig. Kan ik gewoon het dak op zo. Super chill. Even kijken. Nou, dat kunnen we dus in ieder geval afmaken vandaag. Dat is sowieso een pluspunt. Dat is een mooie mier genomen. Tenminste, het gaat altijd meer dan je denkt. Dat is altijd zo bij daken bij Minecraft. Ja, dit is genoeg. Meer dan genoeg. Oké, okay, waarom zit daar zo'n graag bobbel? Oh, nou, dat moet kennelijk. Oké. Okay. Jawel hoor, ik heb genoeg. Kijk eens even. Wat is dit voor verminkt, verkrekt iets? Whatever, Ronald. Nou. Wat we nu gaan doen is, nu gaan we even toren maken. En nu gaan we even kijken hoe dit eruit ziet. Het dak ziet er een beetje verkrakt uit, of niet? Hoe was het hier dan? Daar was het dak gewoon goed. Ja, en hier liep dit ook gewoon goed. Nee, toch? Ja, dit is wel goed, hoor. Ik volg het niet. Nou, in ieder geval... Dit hoort hier niet. Oh, lol. Dit heb ik wel goed. Dit is goed zo. Alleen ik... Lol, ik weet al wat het niet goed is. Kijk dan. Oh, dan ben ik schele flikker heen. Niet normaal. Kijk gewoon hier. Hier. Lol, cats. Ik heb gewoon scheel gebouwd. Oh, wat ben ik voor schele mongol. Kijken. Zo. Het zal niet de boeiste episode zijn dit, maar ja, whatever. Jullie wilden dat ik alles ging filmen. Nou, dit is dus wat ik altijd off camera doe. Ik wil die zooi pakken, want anders dan ben ik helemaal de sjaak straks. Kijk, haha. Ik heb dat stuk daar, dat heb ik wel zoals het hoort. Alleen dit stuk, dat, waarom ik dit zo heb gemaakt als slime dood. Serieus. Oké, okay, nou, whatever, jij valt maar, boeit me toch niet. Yay! Nou, huisje klaar. Torentje naar beneden halen. Huisje is nog niet klaar, we moeten nog even dit doen. Dan is huisje klaar. Ho, wat is dit nou dan? Oké, okay, hoe had ik dat?
Okay. Oh, dit moet weg. En dan... Hoe heb ik dat hier? Maar daar heb ik er helemaal geen last van. Oh, lolcats. Ja, zo. Ja. Oké. Okay. Nu dat dak weer bij... Nee! Poepscheet. En dit is klaar. Daar is een ding op. Nou, die gaan we gewoon even alles maken met die slabs. Kijk, nu kan ik hier in principe nog zo'n wood ding doen, maar dat doe ik niet. Tenminste, niet nu. Dat heb ik wel eigenlijk, maar... Dat maak ik nu niet. Dit kan mooi afgedekt. Dus ik ben klaar met het huis, jongens. Oh my god. Serieus. Net gen... Oh my... Fu. Pak ze, pak ze. Nee! Scheid. Nou, die ophalen. Kijk, eens toch een mooi dak wat erboven hangt, jongens. Prachtig. Lekker dirt ertussen. Nou, even al die sters oprapen. We hebben net genoeg. Yay. Even kijken. Ja, we hebben net niet genoeg, want dit stuk moet ook nog. Nou, dat doe ik dan wel aan een andere keer. Ik ga eerst dat die dirt maar eens weghalen. Ja, nee, ik heb niet genoeg, want daar moest er nog één en alles. Dus ja, dan moet ik gewoon zorgen dat ik dan gewoon net zoveel maak. Hup, oké. Okay. Nou, in ieder geval het huis is grotendeels klaar. Er moeten nog een paar finishing touches aankomen, zoals het raam moet aan de andere kant en alles. Nou, nu gaan we hierboven maar eens alles regelen, want er is ook puin op. Kijk, want dat woedt. Kijk, dat moet zo. Kijk, dit hoort gewoon, dat is dat. Kijk, want dat staat gewoon episch. Toch? Ja, oké. Okay. Ik vind het wel een cool dak hoor. Ik bouw nog even naar boven en dan haal ik die deur weg. En dan ga ik even kijken hoe ik het hierin heb gedaan. En dan... GG. Oh lol, er zit gewoon een dak in. Nou, hier komt dus gewoon een plaat op. Gewoon met wood zo en niet meer, niet minder. Dus ja, we hebben niet echt een zolder. We kunnen wel een zolder maken eventueel, maar... Hier koopt gewoon wood zo. Dus ja, jongens. Maar goed, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga even de dak maken. Ik ga dat daarachter beter maken. Ik ga veel doen. Dus ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. 20 likes voor de volgende episode van Ronald Speelt Minecraft. Dan gaan we dit allemaal afmaken. Dan gaan we... Eerst een soort van kamers maken, zeg maar. Dan gaan we de nodige staf hier naartoe verhuizen. En nou, gewoon chests hier en zo. Nou, dat verhuizen doe ik zelf. Maar in ieder geval, we gaan het dak maken volgende episode. Of naar de dak. Oké, nou in ieder geval tot de volgende keer. Ik weet niet wat we volgende episode gaan doen. Ik dacht iets van pumpkin, melon, sheep farm-achtig ding. Dus ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. 20 likes voor de volgende episode. En wat we in de volgende episode gaan doen, dat is nog een raadsel. Dus ja, dan spreek ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij meer Ronald Speelt Minecraft.